Ik heb dit boek gelezen, Het Beest is Los van Mark Verhagen. Als je dit boek hebt gelezen, dan voel je een soort ongemak. En ik weet best wel dat kunst mag schuren, maar dat is nou niet het geval. Wat is namelijk het geval? Het gaat een beetje om de vorm. Er zitten verhalen van facts in en verhalen van fictie. En die zijn met elkaar verweven, zodat je niet weet wat nou waar en wat nou niet waar is. En dat is wel de ingrediënt voor een leugen, want de beste leugens bestaan uit de halve waarheden. Bam, bam, bam. Mijn naam is Jacques Rino en welkom bij Bammer de Bam. Ik heb het boek dus gelezen, Het Beest is Los. En hier volgt mijn ongezouten mening. Ik word in deze video op geen één manier betaald door een uitgeverij of een andere opdrachtgever. Het is puur mijn eigen mening. En ik geef je 5 redenen waarom dit boek voor mij een verhaal is. Niet voor het haardvuur, maar eigenlijk voor in het haardvuur. 1. De context. Vanaf 1999 volgde Mark Verhagen de Suske en Wiske tekenaar Paul Geerts op. En in 2005 werd via een persbericht bekendgemaakt dat Mark per direct zou stoppen als hoofdtekenaar van Suske en Wiske. Wat volgde was een rechtszaak en de verhoudingen tussen Mark en Studio Van der Steen was gebrouilleerd. In het boek van Mark is de moeizame relatie te zien, maar dan wel in een soort juridisch veilige constructie. En dat brengt me bij nummer 2. 2. Het beestje niet bij de naam noemen. Een soort juridische veilige constructie? Jazeker, want in dit boek is bijvoorbeeld Studio Van der Steen, Studio Kalk, Willy Van der Steen, Jeff Kalk, Paul Geerts, Hup Hop, Suske en Wiske, Inke en Pinke en het alter ego van Mark zelf, Floor Goed Leven. Maar wat is nu feit en wat is nu fictie? Een betere titel voor dit boek was misschien geweest Liegenbeest. Tja, de beste leugens bevatten de halve waarheid. In dit boek is Paul Geerts, in deze vlog noem ik het beestje dus wel bij de naam, een tekenaar die nooit uit de schaduw van Willy van der Steen is gekropen en daar behoorlijk jaloers, achterdochtig en labiel door is geworden. Willy van der Steen wordt geschetst als een soort vrouwenliefhebber en hoerenloper die een pact met de duivel heeft gesloten om kinderstrips te maken, wat hij eigenlijk verafschuwt. En hier wringt het. Wat is nu feit en wat is nu fictie? Deze vorm van een semi-autobiografische graphic novel geeft de auteur de gereedschappen om karakters weg te zetten en te primen, als een soort Trump van de lage landen. Het is dus een afrekening 2.0. Door de karakters op deze manier weg te zetten, met deze context in gedachten, Mark is een ontslagen Suske Wiske tekenaar die dit nooit volgens mij echt goed heeft verwerkt, dan kun je dit boek zien als een afrekening 2.0. En dat maakt het ook een beetje een laf boek. Laf is ook de hoofdpersoon Floor, dat eigenlijk Mark Verhagen is. Want in alle situaties is één ding wat steeds terugkomt voor het hoofdpersoon. Deze kruipt namelijk in alle situaties in een slachtofferrol. Alles is arme Floor overkomen. Het laten afzetten door uitgeverijen, de relatie met zijn vriendin, het moeten werken bij Studio Van der Steen, etc. etc. Als een soort omstander acteert hij in zijn eigen leven en kruipt dikwijls in een slachtofferrol. Hopelijk voor Mark is dat dus fictie. Al met al geven deze zaken je als lezer een super onbevredigend gevoel. En dat heeft dus niets met kunst te maken. En als je de standaard uitgeverijgeschiedenis in deze graphic novel wegdenkt, dan houd je een slap verhaal over iemand die de hele tijd blijft en kruipt in zijn eigen slachtofferrol. Je kent het wel, zo'n iemand die met je mee gaat zeuren bij het koffiezetapparaat over de hoge werkdruk en de slechte werkomstandigheden, maar op zijn bureaustoel blijft zitten alsof hij is vastgelijmd met 2 seconden lijm. En dan maar klagen. Weet je, en ik realiseer me dat voor ieder boek waar je een vlog over maakt, je een podium geeft. Dus ik zat echt te denken, zal ik hier wel een vlog over maken of zal ik dat dan gewoon een keer vermelden in de livestream?
De reden waarom ik dit bij dit boek wel heb gedaan is omdat hij genomineerd is voor het Stripschapsprijs 2023. Is het dus niet gewoon een soort Trojaans paard die je op het podium tilt voor een lastercampagne? Een heel bijzondere keuze. Tot de volgende Bamme de Bam. Bamme de Bam Bam.